Het is gek. We komen straks nog even op Minecraft. Ja. Ik denk dat we dan naar het volgende gaan. Hè? Bij het volgende, dat is Microsoft. Dat vond ik een verschillende conferentie. Wel, over het algemeen heb ik heel weinig interesse in de producten van Microsoft. Ja. Buiten eentje. Ik ben nooit echt enorm... Buiten eentje, ja. Bij deze conferentie toch. Ik ben nooit echt fan geweest van de games dat Microsoft maakte. Met één uitzondering in het algemeen, en dat is Forza. Maar ja, langs de andere kant op PlayStation heb je Gran Turismo. Dus ik heb niet het gevoel dat ik zoveel mis door geen Xbox te hebben. Nee, amai. Allee, ja. Dat is mijn mening in het algemeen daarover. Ja, ik heb tegenwoordig ook geen Xbox meer, dus ja, ik kan niet zeggen dat ik er grote fan ben. Ze hebben wel een aantal spellen opgebracht waar ik toch interesse in had. Ook een paar waar dat mensen van ons, waar de andere mensen van ons in terug waren, er buiten. Ik zag er één en ik dacht, ja, dat gaan de andere twee ook interessant vinden. We zullen ze de want ik zie dat er een hele lijst is. We zullen degene waar we eigenlijk absoluut geen interesse in hebben, zullen we gewoon kort bespreken. En we staan hier in een volgorde, denk ik, dat ze ook zijn getoond, denk ik. Of vergis ik? Ik denk dat ze een lijst staan in de volgorde dat ze getoond zijn. Dus, ja. Ja, Bram, begin maar. Hè. Ten eerste staat er hier Gears of War 4. Voor mij nog een Gears of War. Ik heb één gespeeld en daar blijft het bij. Ik heb één graag gespeeld. En daarna is het zowel hetzelfde gebleven. Hoeft het ook niet meer na één. Ik heb daar gelijk nul interesse in. Ik echt dat... Ja, ik weet dat niet, maar dat was precies ook in de zaal. Dat werd getoond. En dat zo, Gears of War 4, en zo een redelijk matig applaus. Dus... Ja, er zijn er te veel al. Dit is ondertussen de vijfde, denk ik. Ja, ik denk het wel. Het gaat 1, 2, 3, Judgment, en dan nu 4, ja. Ze zijn dus, niet te ver aan het gaan om verhaal te zoeken. Ja, ik heb gewoon Jan opgeschreven, dus... Allee, ja. Het gaat nu ook overal over karakters die niets meer te maken hebben met... voor zover ik weet, andere karakters. Mm-hmm. Maar dat was ook al in de 4 en de 3 en de Judgment ook al zo. Dat waren de karakters van één grotendeels al verdwenen. Dus ja. Eerlijkheidshalve, ik zou het niet weten. Dan hebben wij Battlefield weer al. Daar hebben we het al over gehad. Daar hebben we het al over gehad. Forza Horizon 3, zoals ik zei. Ik speel wel graag race games, maar dat interesseert me niet genoeg om mijn Xbox aan te schaffen. Ik weet niet wat ik wil. Ja, er is weer een poes in de bak. Forza, ik ben geen racer. Als het op race aankomt, doe ik het met een racing wheel en dan speel ik dirt. Rocket League, maar dat is niet racen, hè. Dat is voetbal. Met zo'n wiel, dat zou maf zijn. Het andere racen is niet voor speed, underground en zo. Dan de oude underground, toch? Ja. Tuning. Record. Record was ik ondertussen al vergeten, maar ik heb het nog eens opgezocht. Dat is een nieuw spel, een nieuwe IP. Het gaat over een dystopische wereld met... voor zover ik weet in de dystopische wereld, waarbij dat energie in balletjes zit en je hebt robotjes. En... Was dat vorig jaar niet aangekondigd? Ja. Niet dat ik al geweten heb. Dus. Ja, dat is vorig jaar aangekondigd. Maar toen was er ook een soort. Ik had nu zoiets van. Ah, ja. Ik was het al vergeten, maar nu had ik zoiets van. Heb ik dat al niet gezien? Ik vind het. Als een game twee keer op E3 komt, dat betekent dat je al zeker 2 jaar bezig bent aan een game. Want voordat dat op E3 komt, zit er ook al een tijd mee bezig. Hè? Mm-hmm.
Dan... Gemiddeld is het spel 4 jaar, dus oh ja. Voilà, maar er zijn games die dan maar één keer, bijvoorbeeld God of War, de kans is groot dat maar één keer... Oh, ik heb al een game gezegd. Nee, well, Battlefield 1, dat is ook weer een slechte titel. Fallout vorig jaar? Fallout vorig jaar. Dat komt in juni aangekondigd, in oktober was het uit. Dat komt maar in één E3 voor. En dat is bijvoorbeeld... En ik denk dat de mensen die een beetje E3 volgen, die gaan perfect begrijpen, dat is als The Division. Dat is 3 of 4 keer, denk ik, in E3 geweest. 1 keer is dat ergens genoemd en dan is daar gameplay van geweest. Ik denk 3 keer. Ja, 3 keer, dat kan. En dan komt dat uit en je denkt van, amai, daar zijn ze lang mee bezig. Dat gaat geweldig zijn. Dat komt uit. Nee. Wel, maar dat ze lang mee bezig zijn, betekent problemen. En het is niet wat ze kunnen beloven. En ze moeten er te lang aan werken voor een belofte ongeveer waar te maken. Dat is voilà, dat is mijn... Of indie. Indie kun ik ook dan. Een beetje, ja. Dan zit ik gewoon met een kleine studio. Dat is iets anders. Of de mensen die even zeggen, kijk, wist ik meer, ik begin er volgend jaar weer aan. dus, ja. Record heeft voor mij een beetje die status. Is dat terecht? Ja. Ik weet dat niet. Ik heb niet al te veel interesse. Ik ook niet. Puzzle platformers is sowieso al de interesse gelimiteerd bij mij, maar... Ja, voilà. Final Fantasy XV? Ik vind dat daar een enorme goof is gebeurd. Die mensen die had dat duidelijk niet voorbereid. Die heeft... ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee. Bram, jij wel, maar... dat was zo... Een Colossus. Moest een stukje spelen en hij kon het hij moest gewoon een Colossus dood doen met zijn teammates. Mm-hmm. En die heeft echt... 3 of 4 keer door dezelfde hand geslagen geweest. Voilà, dezelfde move. Die heeft vagant gefaald. En hij is opnieuw moeten beginnen. Die mensen ernaast stond, volgens mij is een chief, die keek al zo eens. En zelfs voordat het begon was het al... het was een Japanees, een Japanner. Die kwam het voorstel, een van de makers. En een Amerikaan moest spelen. Die Japanner is zijn uitleg in zo'n gebroken Engels, wat dat te verwachten is, niets op aan te merken. Allee, ik kan ook geen Japans. Ja, de moeite, dat is al heel goed. Ja, dat is al iets. En hij zegt zo, bla bla bla, en die gaan we een keer tonen. En die andere staat daar met zijn bakje zo, maar rond te kijken. En hij zegt nog een keer, ja, we gaan het tonen. En nog altijd niets, hè, of het komt neer op, we gaan het tonen. Hè. En dan zegt hij zo, ja, doe maar. En dan die keer zo, oké, en we gaan eraan beginnen. En dan heeft dat wat staan sukkelen. En... Ja. Dat is de persoon die moest spelen, die blijkbaar niet zo goed voorbereid was. Of heel erg nerveus voor iedereen. Dat kan ook. Dan hebben we Killer Instinct. Is er daar iemand die er iets wil over zeggen? Nope. Het volgende, nee. Inside. Inside. Wacht, ik heb even kijken. Wat dat is. Ik weet niet meer. Dat is van de makers van Limbo. Maar ze hebben... Dat spelletje dat ze eigenlijk niet aan het doen hebben. Nee, ze hebben daar niks van laten zien. Dus daarmee dat ik hier ook gewoon heb opgeschreven. Dat is ook het tweede jaar dat we dat te zien krijgen. Ik vond Limbo wel goed, dus... Limbo is een goed spel, hè. Daar kan ik niet op zeggen. Voor de mensen die luisteren, 20 en 21 juni zou Limbo gratis te verkrijgen zijn. Heb ik gemerkt. Heb ik vandaag gelezen op internet. Ik weet niet of het waar is. Ik moet gewoon kijken op de Steampage, blijkbaar. Nou ja, ik geef het nu op dit moment nog het voordeel van de twijfel. Ja, omdat we nog niks weten. Ik kan er niets op zeggen dat je er niets van weet. Nee. Dan, Bram, de volgende game. De volgende game is... We Happy Few. Persoonlijk heb ik daar wel interesse in. Dat zag er nog interessant uit. Dat spel is een indie-spel, dat was origineel een tijdje geleden uitgebracht als Early Access ergens een keer. Ik heb een paar YouTubers dat zien spelen, Markiplier. Het spel is eigenlijk een soort survival game, waarbij dat je
je begon toen, in de buitenwijken, waar eigenlijk gewoon alles afgebroken is. Je moet eigenlijk proberen ontsnappen naar de betere wijken. Maar in de betere wijken neemt iedereen een drugs dat Joy noemt. En hoe meer Joy dat ze kunnen nemen, hoe meer dat ze in de betere wijken worden toegelaten. Het is zo een beetje een rare wereld. En mensen die geen Joy nemen, die worden gezien als een soort slechterikken. Ze noemen die downers. Hè? Mm-hmm. En dan die worden dan ook aangehouden door de politie en zo. En nu met de nieuwe trailer zou er echt een verhaal aan toegevoegd zijn. Waarbij je dan ook kunt merken, het gaat er dan over die drugs. En dan gaat het over iemand die drugs eventjes niet wil nemen, omdat hij terug naar realiteit wil. Mm-hmm. Dan ben je ook zo'n rare dingen te zien en weird as shit. Dat ze op een bepaald moment op een piata aan het slaan zijn. En dan hebben ze zo het effect van dat de drugs even stopt met werken. En dan blijkt het dat ze een rat is en dan zijn ze zo die aan het opeten, omdat ze denken dat het snoepjes zijn. Wel, ik kende het totaal niet en de indruk dat ik kreeg was dat een soort het deed me denken aan A Clockwork Orange acid trip. Het deed mij meer denken aan een soort Bioshock. Waarbij je zo steampunky, maar die echt zo plastic dingen hebt en een wereld dat niet is wat dat het blijkt dat het moet zijn. Ergens kan dit een heel goed spel zijn. Ik vraag me af voordat ze de storyline gaan verwerken. Ik hoop een beetje minder op een echte storyline, maar het spel heeft meer potentieel als een soort thriller-horror-game, survival-game. Misschien moeten ze... Ik hoop dat ze dan een aanpak doen waarbij less more is. Dat ze gewoon een soort structuur maken, een verhaal, en daar de gameplay op zetten. Dat het verhaal niet echt de focus is. Ik zou meer willen dat het zoiets is, like, het verhaal dat je gezien hebt is van, je speelt de mens die zijn joy niet wil nemen, en dan is het eigenlijk doen van, oh, het is een downer, roept de politie, dan zie je dat hij even aan het weglopen is, bla bla bla, en dan wordt hij gepakt. Moesten ze u dan in de downerwijk, dus eigenlijk de buitenbuurt, laten starten en vandaar het spel starten, zou je dat goed vinden? Moet je ze echt blijven voortbouwen dat je zo constant wegloopt van de politie en er zo een vrij lineair spel van maakt, zou ik het slechter vinden. Maar dat haalde veel weg van het verhaal. Want, zo de drugs nemen, dat is allemaal intrigerend. Maar als je er gewoon een Bioshock 2.0 van maakt, dan is het herhaling. Dat is waar. Ik denk dat we dat wel op ons lijstje kunnen laten. Blijven staan. En er verder naar uitkijken, want het zou in juli uitkomen, denk ik. Ja, dat is toch redelijk vroeg. June. Ik wacht af wat dat er van. Ja, ik heb er hoop de reviews, voor. Hè? Ik heb er hoop voor, het lijkt me een interessant spel. Het heeft potentieel. Hier staat juni 2016 en op Xbox One juli 2016. Juli, 26 juli. Amai, oh. Dus op PC deze maand nog, of wat? Ik denk het wel, ja. Ah, oké. Okay. Dat is wel extreem vroeg. Ik zal als we eens kijken. Oké. Het volgende is dan niet echt een PC-game, maar een real-life card game. Gwent. Wat dat van een PC komt, van The Witcher. Ze gaan blijkbaar een IRL-versie maken van Gwent, dat je dan kunt spelen. Ik vraag mij af in welke manier dat ze het gaan doen. Als ze het gaan maken zoals echt een collectible card game, zoals Magic of zo, waarbij dat je card packs moet kopen. Of als ze het meer gaan maken als een game dat je de doos van koopt en dan iedere keer als je speelt een nieuw deck samenstelt of zo. Die indruk kreeg ik een beetje. Maar ik weet natuurlijk niet of dat werkelijk ook zo gaat zijn. Maar ik denk, als je fan bent van The Witcher, dat dit wel een leuk hebben ding is. Zeker zelf, het spel apart kan leuk zijn. Het spel heeft genoeg aandacht gekregen voor zeker niet de keer te zijn. Ja. Ik zou beide opties zou ik niet erg vinden.
persoonlijk vind ik, moest het in een box komen, dan was het erop en eraan, zou ik het leuker vinden, omdat ik niet zo iemand ben die veel cardpacks koopt. Nee. Ik kan begrijpen, als ze dat doen, dan zie ik ook meer het aspect aan van collectible game. Mm-hmm. Dus het kan erin komen dat mensen dat meer zouden willen. Dus ik heb geen probleem, op welke manier dan ook, maar ja. Het valt allemaal nog te bezien. Ja. Maar zoals ik zei, er is veel van deze E3 waar dat er eigenlijk veel genaamd is, maar weinig gezegd geweest is. Of waar dat je weinig van weet hoe de vork juist in de steel zit. Ja, ja. Waarbij dat je zo een tipje van de sluier hebt, maar je weet niet waar het naartoe gaat. Je weet niet wat de bedoeling juist is. Ja, wat het zeker allemaal omvat. Dan, Tekken 7. Ja. Tekken 7 is Tekken 7. Ja, ik kun je niet veel over zeggen. Hè. Nee, Dead Rising 4 is weer een Dead Rising. Ik vond de trailer persoonlijk wel amusant. Ik ben blij, er zijn heel veel fans van Frank West, dus ik denk dat die blij zijn dat Frank West terug is. Dat hadden ze al bij de eerste Dead Rising, dat hadden ze bij de tweede, bij de DLC, Off the Record. Dat de mensen al blij waren dat Frank West terug was. Dus ik denk op dat vlak, de fans zullen wel blij zijn, denk ik. Ik zelf zou graag de eerste op PC willen. Ik heb de eerste gespeeld, ik vond dat een leuk spel. De tweede ben ik nooit echt aan toegekomen. Maar ik heb nooit echt iets gehad dat ik daar iets tegen had in die spel. De derde dan vond ik al minder interessant, omdat ze anders opgesteld was. Het was meer hack and slashy. Ik heb ook wel last van zombie fatigue, om eerlijk te zijn. Ja, zeker. In het algemeen. Film, ja. TV, alles eigenlijk. Ja, maar die spellen zijn ook niet begonnen. Die zijn begonnen juist voordat er echt veel zombie dingen uitkwamen. Ja, rond de tijd dat 28 Days Later uitkwam en de remake van Dawn of the Dead en zo. Daarachter toen ze juist toen een beetje begon. Ja, omdat er zoveel zombie dingen waren. Het einde van de dag vind ik ook wel een leuke setting voor zoiets doms in te doen, gelijk Dead Rising, een zombie. Mm-hmm. Er is weinig anders waarbij dat je zoiets kunt doen, maar dat spel draait er hem niet echt om dat je zombies moet overleven, draait er hem om dat je amuseert met stomme dingen in een winkelcentrum met zombies. Dat is hetzelfde, hè. De eerste Dead Rising, je hebt 72 uur en dat is het. Wilde jij het verhaal doen? Wilde jij gewoon wachten totdat die 72 uur over is en wat zombies doden? Dat kies je allemaal. Ja. Wilde jij gewoon zoveel mogelijk zombies met zo'n Lego-hoofd laten rondlopen? dat kan ook. Dat is inderdaad wel waar. Ik vind de humoristische kant is... Ja, wel. De humoristische kant is iets waar het wel iets sterker maakt, vind ik, dan uw gemiddelde zombie game. Ja. Ik denk dat ook was wat dat met bij de 3 wat minder aan stond, maar de 3 moest dan zo alweer wat serieus zijn. Ja, dat zag je ook aan de toon van dat spel. De kleuren waren zo desaturated en Dead Rising 4, we zien wat dat heeft. Ik vond de trailer al meer naar de stijl dat ik wil. Het was stom. Allee, ja, hoe kan je erop aanzetten? De trailer was voor Dead Rising game? Mensen spelen. Rondlopen, domme dingen doen, met kerstwapens spelen. Ik vond het al meer mijn smaak. Ik zie wat dat er mee van komt. En ik ben geïnteresseerd, maar niet al te veel. Dan het volgende. Scalebound. Ik heb daar negatieve interesse in, eigenlijk. Het is een Japans spel, zoals ik kan zeggen. Het leek mij Cocky Americans the Game. Americans the Game. Dat is een mooie verwoording. Dat personage, dat irriteerde mij al direct. Ik dacht, ik heb die trailer afgezet. Ik wil er echt niet verder naar kijken, dus
Ik denk niet dat ik de trailer meegenomen heb. Ik heb juist de gameplay gezien, dacht ik. Ja, ik heb laatst probleem met mijn internet en de streams heb ik daaronder moeten leiden ook. Ja, ik vond tijdens de gameplay, ik vond dat vooral leek op zo'n Japanspaal, je vecht tegen een kolossaal wezen. Het is allemaal damage numbers. Ja, je moet gewoon x aantal damage doen. 35 keer dezelfde handeling en dan gaat hij dood. Niet echt mijn ding. Nee, ik denk dat we de volgende even als laatste moeten halen. Dat we eerst eerst doen en dat we de volgende als laatste halen. Want ik denk dat we daar misschien wel wat over te zeggen hebben. Dan, als ik het goed voor heb, zijn er nog twee games om over te praten. Bij Microsoft. State of Decay 2. Weer zombies. Geen interesse? Nee, eigenlijk niet. Ik weet dat veel mensen dat wel tof vinden. Dat dat echt meer een survival game is. Maar ik weet niet. Ik heb meer dan genoeg van zombies. Dus... Ik weet dat er veel mensen teleurgesteld waren met de eerste State of Decay en ik weet niet of dat ze het kunnen goedmaken met een tweede versie. Alles wat dat ze beloofden met de eerste hebben ze helemaal niet geleverd en... Maar ja, ik denk een tweede spel maken is niet de oplossing. Goh ja. Misschien niet. Maar ja... Ik zal het misschien beter gewoon laten sterven in zijn graf. Dat had ook gekund. Net zoals zombies. En dan die zou men beter ook gewoon laten sterven. Dat is waar. En dan Halo Wars 2. Dat kan interessant zijn. Een RTS op console, ik weet het zo niet. Ja, is het alleen op console, want Microsoft was daar toch Xbox heel One erg inzoomen Xbox One en PC's. Spelen op Xbox en op PC, dat moeten we misschien ook eens aanbrengen. Dat je kunt cloud, inderdaad. De Play on Everything was zeker dat ze het noemden. Ja, Play Everywhere of zoiets. Ja, Play Everywhere, dat was het. De Play Everywhere functie, persoonlijk, ik ben niet een voorstander. Ergens vind ik cloud saves wel een goed idee. Persoonlijk zou ik nooit een spel op twee verschillende consoles spelen. Op een console en een PC. Gewoon al niet omdat de controls anders zijn. Dan moet je wennen aan twee control schemes en dat past niet altijd. Ik heb het ook tegen Bram gezegd, als er één genre is dat je niet op console moet uitbrengen, dan is het wel RTS, hè? Ja. Simgames zoals Civilization of zo. Ja, dat doet dat niet, hè. Ik had het onlangs nog eens met de monitor van mij over... wat was dat? Is dat van Tom Clancy's... dat was een voice control op de PlayStation 3. Voice control op de PlayStation 3? Heet over Socom? Nee. Ah. We waren erover aan het lachen dat hij een van de eerste games was, zo van de moderne dingen. Dat kon jij zo Unit 4, 2 Alpha, snapte zo? Ik zou het niet weten. We gaan verder, zal ik het even snel eens zien. Ja, het laatste. Wel, voordat we daar aan beginnen, wil ik nog één ding zeggen. Vorige jaren hebben ze Cuphead laten zien, wat dat mij wel interesseert. En daar hebben ze nu niks van laten zien, als ik mij niet We hebben wel iets te zien van Cuphead. Zo. Heel, dat was zo... Microsoft eindigde en dan zie je zo gelijk een grote verzameling van stukjes trailer van de dingen. En daar zit Cuphead wel. Want ik had ook gezegd dat ik dat wel dat mij ook interesseert. Maar... Want dat is wel enorm... Ja, zo'n bossfight gericht, dat is eigenlijk constant tegen jouw bosses vechten, hè. Mm-hmm. Ik denk dat het wel een multiplayer spel kan zijn. Ik vind de artstijl een beetje raar, maar... Ik vind die juist, ik vind het leuk. Dat leuk, zo de Steamboat Willie-stijl en... Ja, ik vind dat een beetje raar voor een
een boss battle game. Oh nee, ik vind dat, dat ziet er echt saai. Het is een beetje raar, ik zeg niet slecht, het is gewoon raar. Raar kan goed zijn. Ja, dat is waar. Maar dan gewoon het grootste item zeker van Microsoft. En dan zal het meer de PC-kant ervan dan zijn dan ze interesseert. En dat is Sea of Thieves. Dat ziet er mij wel een leuk spel uit om in groep te spelen. Alles waarbij dat je een persoon bent op een schip is mij interessant. Ja, waarbij dat je niet als een voertuig speelt, maar een persoon in een voertuig. Mm-hmm. Dat vind ik heel interessant om te werken. Ja, ik heb het ook met Bram samen gezien. En ik zou ook tegen hem zeggen, amai. Ik zeg, dat is toch hetgeen wat we willen, hè. Zo. Oké, we gaan op een boot. Iedereen heeft een beetje FTL-achtig. Bijvoorbeeld Wim stuurt en Bram repareert en ik doe de kanonnen en de zeilen. Ik vond dat wel grappig om dat te zien, die ineens achter het roer stond zo. Ja mannen, ik zie niks, gaan we moeten zeggen wat we aan het doen. En... Ja, inderdaad. Maar zo'n spel vind ik heel interessant. Gelijk, je hebt ook een spel. Ik denk dat het... Oh, hoe noemt het nu weer? Tales of Icarus? Nee. Ik ben niet kwijt wat het noemt, maar het gaat over eigenlijk... Hetzelfde soort principe, maar een arena fighter met zeppelins. En luchtvliegtuigen. Wings of Icarus is het. Wings of Icarus. Al die dingen staan er wel aan. Je hebt ook zo'n mods daarvan, waarbij je op een piratenschip speelt. En je moet ene stuurt, de andere schiet de kanonnen. Het is allemaal vrij interessant, vind ik. Ja, voilà. En ook dat je niet aan je boot vastzit. Dat je kunt zeggen, oh, we gaan daar heen, en daar is een dungeon. Abandoned ship! Ja, en ik vond dat zeg echt. Als het uitkomt dat we gaan moeten spelen. Als je een vaste groep hebt, zoals wij nu met drie, wij komen regelmatig samen online. Dan denk ik dat echt een zeer goed spel is. Ik kan het me dat zo voorstellen. Zo, gelijk gulle twee, druk bezig, ineens kom ik boven en ik heb gelijk scheidsvel gedronken. Zo, <"Oei." laughs> En dan kun je ook zo... Gelijk... Why is the rum gone? Ik heb nog voor E3, dan was dat juist aangekondigd. Dat was er ook zo dat je spelers die bijvoorbeeld echt brol doen, dat je die zo kunt op de loopplank en dan naar de haaien. En... Toen was het al een spel dat ik dacht van, oh, dat is wel leuk dat je zo zelf kunt kiezen. Oh, mutiny! Ja, het ziet er echt goed uit. Als we daar meer over weten en dat blijft ons zo goed aanspreken, dan denk ik dat dat mm-hmm. zeker een grote kans hebben is om gestreamd te worden en zo. Mm-hmm. Dat lijkt me daar ideaal voor. Voilà. Want op ons lijst ook Pulsar, een beetje hetzelfde, maar dan in de ruimte. Ook een beetje FTL, dus iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Wat ik geweldig vind. Ik snap niet waarom dat nu pas uitkomt, zo'n games. Bij mij, dat heeft mij direct aangesproken van het eerste keer dat ik dat gezien heb en ik was dat vergeten. Een beetje. En nu heb ik dat teruggezien. Het was het eerste dat ik ervan hoorde. Maar ik ben blij dat ik er iets van weet. Ja, ik denk niet dat het een... Nee, het heeft nog geen... Geen release? Nog geen release. Ja, ik vind dat echt goed, zo wat dungeons en beslissingen maken en... Ja, zeker iets dat mij aanspreekt. Ja, zeker, zeer zeker. Ja. Dus dat gaan we zeker ergens opschrijven, dat we dat niet aan het oog verliezen. En, Nee. Het spel waar ik er straks over had, is Tom Clancy's Antwar. Ik heb er ooit een demo van gespeeld en dat er ook op genomen. What is this? A war for ants? Nee. How greedy I am. Het is niet Antwar. Dus, ik denk dat we daarmee Microsoft kunnen afsluiten. Het enige waar ik nog aan dacht is Minecraft guy bedoel ik. Die daar stond en precies niet goed. Super
not rehearsed Minecraft commentary. Ja, ja, en ik vind die als hij wist precies ook niet waar dat hij was op dat moment. Hij was precies uit de lucht gevallen. Wat? Waar ben ik? Wat doen we hier? Als ze zus beginnen met de game, als ze zus beginnen met te spelen, dan gooit hij zo'n diamant naar hem. Ja, dat is een achievement op de Xbox en de PlayStation versie. Als hij een diamant aan iemand anders geeft. Ja, voilà, dat is zo. En daar begint ze de meeste van. Yeah. Here, a diamond. En dan zegt de andere, oh, you did that for the achievement, didn't you? Ja, en dan zo, yes, I got an Xbox achievement on my tablet. On my tablet, on the stage of E3. Oh, ik van, ja, oké. Pause for effect. Oh, wait, I wasn't supposed to read that. Dat ik ook zo wel tijdens sommige van de E3 dingen, dat je gelijk merkt dat ze meer applaus verwachten dan dat ze kregen. Dat ze soms zo dat je zo, hij zegt iets en hij stopt zo met babbelen. Oh, die ene bij... En ik kijk zo, en dan begint zo mensen zo, yeah, en dan begint hij verder te babbelen. Zo, omdat hij zo reactie verwacht, maar die krijgt. Die ene van EA had dat enorm. Die dat de London Show deed. Oh, ja. En die dacht dat hem grappiger was dan dat hem eigenlijk was. Ja, zeker als zeker als hij mensen op het podium kwam. Oh, ja. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dat was bij één vond ik vooral. Hij stelde iets voor van. And we'll have a new Battlefield 1. En dan was het. Yeah! En dan was het. Dat was. Ja, dat zou Microsoft omvatten. Ja. Ja. Dat was... Ik vond dat geen goede conferentie. Sorry. Het was een beetje... weinig echt inhoud. Ja. Het was veel gewoon aflijsten van... Kijk, dat komt. En dat was zo. Ja, en toen zei ik een Japaner die 5 minuten komt spelen... En die weet dat hij moet spelen, maar... voor de rest zat er niet veel inhoud in. Voor de rest was dat goed, hè. Het was goed, maar het zat weinig inhoud in. Vind ik vooral. Het is gek. We komen straks nog even op Minecraft. Ja. Ik denk dat we dan naar het volgende gaan. Hè? Bij het volgende, dat is Microsoft. Dat vond ik een verschillende conferentie. Wel, over het algemeen heb ik heel weinig interesse in de producten van Microsoft. Ja. Buiten eentje. Ik ben nooit echt enorm... Buiten eentje, ja. Bij deze conferentie toch. Ik ben nooit echt fan geweest van de games dat Microsoft maakte. Met één uitzondering in het algemeen, en dat is Forza. Maar ja, langs de andere kant op PlayStation heb je Gran Turismo. Dus ik heb niet het gevoel dat ik zoveel mis door geen Xbox te hebben. Nee, amai. Allee, ja. Dat is mijn mening in het algemeen daarover. Ik heb tegenwoordig ook geen Xbox meer, dus ja, ik kan niet zeggen dat ik er rotte van ben. Ze hebben wel een aantal spellen opgebracht waar ik toch interesse in had. Ook een paar waar dat er mensen van ons, waar de andere mensen van ons uittrakken, waar de buitenuit. Ik zag er één en ik dacht, ja, dat gaan de andere twee ook interessant vinden. We zullen ze de want ik zie dat er een hele lijst is. We zullen degene waar we eigenlijk absoluut geen interesse in hebben, zullen we gewoon kort bespreken. En we staan hier in een volgorde, denk ik, dat ze ook zijn getoond, denk ik. Of vergis ik? Ik denk dat ze lijst staan in de volgorde dat ze getoond zijn. Dus, ja. Ja, Bram, begin maar. Ten eerste staat er hier Gears of War 4. Voor mij nog een Gears of War. Ik heb 1 gespeeld. En die gaan we een keer tonen. En die andere staat daar met zijn maxke zo, ze maar rond te kijken. En zegt nog een keer, ja, we gaan het tonen. En nog altijd niets, hè, of het komt neer op, we gaan het tonen. Hè. En dan zegt hij zo, ja, doe maar. En dan die keer zo, oké, okay, en we gaan eraan beginnen. En dan heeft dat wel staan sukkelen. En... Ja. Dat is de persoon die moest spelen, die blijkbaar niet zo goed voorbereid was. Of heel erg nerveus voor iedereen. Dat kan ook.
Dan hebben we Killer Instinct. Is er daar iemand die er iets wil over zeggen? Nope. Het volgende, Inside. Inside. Wacht, ik heb eens kijken. Wat dat is. Ik weet het niet meer. Dat is van de makers van Limbo. Maar ze hebben... Dat is een spelletje dat ze eigenlijk niets aan het doen hebben. Nee, ze hebben daar niks van laten zien. Dus daarmee dat ik hier ook gewoon heb opgeschreven. Ja, ik vond het ook het tweede jaar dat we dat te zien krijgen. Ik vond Limbo wel goed, dus... Limbo is een goed spel, hè. Daar kan ik niet zo zeggen. Voor de mensen die luisteren, 20 en 21 juni zou Limbo gratis te verkrijgen zijn. Heb ik gemerkt. Heb ik vandaag gelezen op internet. Ik weet niet of het waar is. Ik moet gewoon kijken op de Steampage, blijkbaar. Ja, ik geef het nu op dit moment nog voordeel van de twijfel. Ja, omdat we nog niks weten. Ik kan er niets op zeggen als je er niets van weet. Nee. Dan, Bram, de volgende game. De volgende game is... We Happy Few. Persoonlijk heb ik daar wel interesse in. Dat zag er nog interessant uit. Dat spel is in die spel, dat was origineel een beetje een tijdje geleden uitgebracht als... Staat mars in. Het andere race is, ja, Need for Speed, Underground en zo. Dan de oude Underground, toch? Ja. Tuning. Record. Record was ik ondertussen te snel vergeten, maar ik heb het nog eens opgezocht. Dat is een nieuw spel, een nieuwe IP. Het gaat over een dystopische wereld met... voor zover dat ik weet in de dystopische wereld, waarbij dat energie in balletjes zit en je hebt robotjes. En... Was dat vorig jaar niet aangekondigd? Ja. Niet dat ik al geweten heb. Dus. Ja, dat is vorig jaar aangekondigd. Maar toen was er ook een soort. Ik had nu zoiets van. Ah ja, ik was het al vergeten, maar nu had ik zoiets van. Heb ik dat al niet gezien? Ik vind het. Als een game twee keer op E3 komt, dan betekent dat je al zeker 2 jaar bezig bent aan een game. Want voordat het op E3 komt, zit er ook al een tijd mee bezig. Hè? Mm-hmm. Dan... Gemiddeld is het spel 4 jaar, dus oh ja. Maar er zijn games die dan maar 1 keer, bijvoorbeeld God of War, de kans is groot, dat maar 1 keer... ik heb al een game gezegd. Nee, well, Battlefield 1, dat is ook weer een slechte titel. Fallout vorig jaar. In juni aangekondigd, in oktober was het uit. Dat komt maar in 1 E3 voor. En dat is bijvoorbeeld... En ik denk dat de mensen die een beetje E3 volgen, die gaan perfect begrijpen, dat is als The Division. Dat is 3 of 4 keer, denk ik, in E3 geweest. 1 keer is dat ergens... genoemd en dan is daar gameplay van geweest. Ik denk 3 keer. Ja, 3 keer, dat kan. En dan komt dat uit en je denkt van, amai, daar zijn ze lang mee bezig, dat gaat geweldig zijn. Dat komt uit. Nee. Wel, maar dat ze lang mee bezig zijn betekent problemen en het is niet wat dat ze kunnen beloven en ze moeten er te lang aan werken voor een belofte is ongeveer waar te maken. Dat is indie kan ik ook dan. Een beetje, ja. Dan zit ik gewoon mijn kleine studio, dat is iets anders. Of de mensen die even zeggen, kijk, wist ik weer, ik begin er volgend jaar weer aan. Dus, Record heeft voor mij een beetje die status. Is dat terecht? Ja. Ik weet dat niet. Ik heb niet al te veel interesse. Ik ook niet. Puzzle platformers is sowieso al de interesse gelimiteerd bij mij, maar... Final Fantasy XV. Ik vind dat daar een enorme goof is gebeurd. Die mensen die had dat duidelijk niet voorbereid. Die heeft... ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee. Bram, jij wel, maar... Nee, dat was zo... Dan moest je een stukje spelen en hij kon het niet. Hij moest gewoon een Colossus dood doen met zijn teammates. Mm-hmm. En die heeft echt... 3 of 4 keer door dezelfde hand geslagen geweest. Dezelfde move die vagant gefaald. En hij is opnieuw moeten beginnen. Die mensen die ernaast stond, volgens mij is een chief, die keek al zo eens. En zelfs voordat het begon was het al... Dat was een Japanees, een Japanner, die kwam het voorstel, een van de makers, en een Amerikaan moest spelen.
Die Japaner is zijn uitleg in zo'n gebroken Engels, wat dat te verwachten is, niet op aan te merken. Allee, ja, ik kan ook geen Japans. Ja, de moeite, hè, dat is al heel goed. Ja, dat is al iets. Hè. En hij zegt zo, ja, daar blijft het bij. Ik heb één graag gespeeld. En daarna is het zowel hetzelfde gebleven. Ja, mij ik heb... hoeft het ook niet meer na één. Ik heb daar gelijk nul interesse in. Echt, dat... Ja, ik weet dat niet, maar dat was precies ook in de zaal. Dat werd getoond. En dat zo, Gears of War 4. En zo een redelijk matig applaus. Dus... Ja, er zijn er te veel al. Dit is ondertussen de vijfde, denk ik. Ja, ja, ik denk het wel. Gaat 1, 2, 3, Judgment en dan... ja, nu 4, hè. Ja. Ze zijn te ver aan het gaan om verhaal te zoeken. Ja, ik heb gewoon Jan opgeschreven, dus. Allee, ja. Het gaat hier ook overal over karakters die niets meer te maken hebben met, ja, voor zover ik weet, andere karakters. Mm-hmm. Maar dat was ook al in de 4 en de 3 en de Judgment ook al zo. Dat waren de karakters van één grotendeels al verdwenen. Dus ja. Eerlijkheidshalve, ik zou het niet weten. Dan hebben wij Battlefield weer al. Daar hebben we het al over gehad. Forza Horizon 3, zoals ik zei. Ik speel wel graag racegames, maar dat interesseert me niet genoeg om mijn Xbox aan te schaffen. Ik weet niet wat ik wil. Ja, er is weer een poes in de back. Forza, ik ben geen racer. Als de toprace daar komt, doe ik het mijn wiel, een racing wheel, en dan speel ik Dirt, een andere kant, Rocket League, maar dat is niet racen, hè. Dat is goed. Dat is zo'n wiel, dat is zo'n...